En de regering van Suriname heeft geldmiddelen ontvangen van de Caribbean Development Bank voor de financiering van het zogeheten buurtpolitiecriminaliteitsbestrijdingsproject. De Surinaamse overheid is voornemens een deel van deze financiering te besteden aan in aanmerking komende betalingen van personen die in dit project een contract hebben met het ministerie. Betalingen door CDB worden alleen gedaan op verzoek van de regering en na goedkeuring door CDB en zijn in alle opzichten onderworpen aan de voorwaarden van de subsidieovereenkomst. De duur van deze financieringsovereenkomst is 6 tot 12 maanden en moet onder andere voorzien in het ontwikkelen van curricula en trainingsmateriaal voor de personen die aan dit project meedoen. De uitvoerende dienst, genaamd de Werkgroep Projectmanagement, PMWG, wil nu adviesdiensten inkopen voor de inrichting van en het toezicht op buurt.